Maar je mag hem eraf halen. Ja, dat is goed, dan neem ik hem mee. Hey. Ja, en in het vervolg kan je tegen je baas zeggen dat je het niet meer gaat doen. Nee. Terug naar weginspecteur Matthew van Rijkswaterstaat. Hij ziet een busje langs de weg die daar absoluut niet mag staan. Hey, heb jij iets van een legitimatiebewijs bij? Nee, niet bij. Niet bij. Per puur toeval komen wij een voor ons overlastgevende partij tegen. Die plaatst illegaal reclamewerk. Hey, voor wie heb je die opdracht gehad? Van hun. Van hun? Ja. Oké, je weet dat het niet mag. Ja, ik doe het niet rechtstreeks van hun, maar... Nee, maar bedrijf. Vind je het zelf nou heel verantwoord om zo te gaan staan? Nee, ja. Hey, waarom doe je het dan? Per se, maar... Waarom doe je het dan? Dat is een goeie. Nou ja... Ja, ik krijg het op mij gevraagd, snap je? Dus ja, ik kan wel zeggen wel... Het wordt jou niet gevraagd, je wordt ervoor betaald. Ja, dus is je antwoord eigenlijk, ik doe het omdat ik ervoor betaald word. Ja. Ja. Ja, dat soort reclamewerken, die worden nooit vergund. En die leveren gewoon ontzettend veel overlast op. Daarnaast is het gewoon dat het ontzettend veel rotzooi oplevert. Die heb je net geplaatst. Ja, deze net wel. Ja, die mag je meteen weer eraf halen, mag je meteen weer meenemen. Oké. Okay. Ik zorg voor jouw veiligheid, want wat je nu doet is gewoon totaal onveilig. Als je aan wordt gereden. Ja. Maar jij kiest geld boven veiligheid. Ja, dan moet mijn baas zeggen nee. Ja, ja. Ja, maar dat moet je eigenlijk in dit geval wel doen. En ik snap in jouw geval dat dat vervelend is, maar je mag hem eraf halen. Ja, dat is goed, dan neem ik hem mee. Hey. Ja, en in het vervolg kan je tegen je baas zeggen dat je het niet meer gaat doen. Nee, ja. Dat soort reclamewerk wordt weggehaald door een ingehuurde aannemer. En dat kost gewoon ontzettend veel belastinggeld. Dus ja, wij willen dat soort partijen en dat soort zaken, praktijken, willen wij gewoon totaal niet hebben op onze wegen. Eigenlijk is het zo, alle borden die in dit geval geplaatst zijn, daar kan een dwangsom op komen. Hè? Okay, yeah. En dat betekent, die dwangsom mogen ze zelf kiezen. Yeah. Dus dat betekent dat ze kunnen zeggen per bord 500 euro. Yeah. Ik denk niet dat jij 500 euro per bord verdient. Nee, zeker niet. Nee. En weet je, we hebben er gewoon ontzettend veel overlast van. Nou, waarom? Onze aannemer moet deze dingen opruimen. Ja. Onze aannemer moet dat volgens de veiligheidsmaatregelen doen. Dat betekent dat daar een afzetting komt te staan, à la 2.000, 3.000 euro. Oh. Ja. Uiteindelijk kunnen ze die kosten gaan verhalen op de plaatser. Ah, okay. Plaatser ben jij. Ja. Dus jij haalt deze eraf, dan hebben die in ieder geval weg. Oké, is goed. Je gaat, dat stapeltje wat daar bovenop zit, die wil ik gewoon niet zien. Die zijn ook niet voor hier. Ja, maakt me niet uit. Ja. Gewoon geen ene Rijksweg. Nee. Alles wat van Rijkswaterstaat is, ja. En dat begint bij het... Begin autosnelwegbord, einde autosnelwegbord, mag je gewoon niks plaatsen. Nee. Het mag gewoon niet. Nee. In dit geval heb ik de jongeman een goede reprimande gegeven. Ik heb wel zijn gegevens vastgelegd, want het is gewoon een overtreding. Die speel ik door naar onze juridische afdeling. Dus we gaan meemaken of die ervan geleerd heeft. Mocht hij in de toekomst wel aangetroffen worden, ja, dan gaan wel echt de kosten op hem verhaald worden. Ik geef je wel bij, dit is wel de laatste keer. Want ja. De volgende keer dan gaat hij echt doorgespeeld worden. Okay, dat is goed. Dus gooi hem erin. Ja. Dankjewel. Bel je baas maar op dat je gesnapt bent. Ja, ik zal het zeggen. Ja, nou, rustig stap in en niet meer doen. Yo, doei, doei. Geld verkiezen boven veiligheid is eigenlijk altijd de verkeerde keuze. Nu heeft het niet ook nog tot een sanctie geleid. Maar bij een volgende keer is het wel raak. Meer zien? Ga naar kijk.nl. Kijk opent je ogen.